Take it out! Take it out! Take it out! Now you see the light. Ik heb moeite met de politieke situatie, maar het is zwaar, zwaar, Ik heb moeite met de politieke situatie. Ik heb moeite met de politieke situatie. Ze zeggen geld maakt, maar geld is niet mijn maat. En de bank koopt niet. Ze zijn schuldig van een hele leuke crisis. Ik ben een critici. Nee, eigenlijk niet. Ik denk gewoon na, ik ben gewoon geïnformeerd en gerespecteerd. Yo, ik kan niet geloven dat sommige mensen dit nog geloven. Spoken. De prijs van je lijf is niet duur, ik lees veel literatuur. Hoe meer dat je denkt dat je weet, hoe minder je wou dat je wist. Ik weet dat geld je geil maakt, maar er is nauwelijks cash geld. Er is nauwelijks aan geld te maken. En ik zocht eigenlijk een pinautomaat voordat ik naar huis ga, want mijn hart is zwaar en mijn dag was zwaar. Gisteren de livestream gecheckt van wat er over is gebleven van onze demonstratierecht. Ik heb moeite met de politieke situatie. Met de politieke situatie. Ik heb moeite met de politieke situatie. Ik heb moeite met de politieke situatie. Iedereen is nu gek, alles is nu besmet. Wijven zijn narcistisch, vouw zich om naar real life Barbies. We gingen van BN'ers met talenten naar talentloze sukkels die bereid zijn alles te verkopen voor wat kruimels. Influencers. Ik was zo aan het people watchen, zeg maar. En ik zag zo kill de AHA lopen. En ik dacht, dit is echt een G, kijk die woke. Die draagt sowieso geen melk, hoor. Laat maar. Als vreedzaam niet werkt, gaan we moeten schakelen. Als influencers niet meewerken, gaan we moeten cancelen. Cancelen. En heel eerlijk, in die kringen, er is geen loyaliteit en er zijn ook geen principes. En geen vrienden. Bro, kijk naar Jinek, die een kill inhuurt om Cherry Baudet belachelijk te maken. Maar als het fout gaat, keert ze hem terug. Of dat hele Bilal-verhaal, maar die labels promoten wel van dat Senza-gedrag. Om de sales te pushen. Maar als het fout gaat, zijn ze niet gone. Ik heb ook wel gecrashed. Ik heb moeite van de stress. Met de politieke situatie. Ik heb moeite. Toen de police en de demonstranten clashten. Ja, kijk het verschil. Over je rolmodel. En vroeger. Het is toch echt wel anders, ik bedoel. De grootste rapper toen was Tupac. En nu, Lil Klein. Ja, moet ik gaan uitleggen wat voor een verschil dat is. En wat het betekent voor de jeugd. Kijk, mensen kennen die lijn van mij, dat ik zei Wilders wordt bedreigd, maar Mark en Hugo niet. Dus fuck anti-Wilders mensen, het gaat niet zo'n beleid. En dat is het. Ik heb niet eens veel met Wilders, maar fuck jou als je niet met Wilders bent. Want dan ben je dus op pedo's set, dan ben je op die Joris Temming shit. Je weet toch? Dus